Peter, je hebt al vaker gesproken over de herinneringen van vroeger. Dat heb je met Rob samen opgehaald. Maar noem eens wat herinneringen voor jou. Nou, belangrijkste herinneringen zijn wel het spelen buiten. Dat vond ik altijd het mooiste. Het boomhutten bouwen, de bossen ingaan en daar kattenkwaad uithalen of ook spullen halen voor een boomhut. En het spelletje spelen op straat, dat vond ik altijd ontzettend leuk. Vooral het pirouitsen. Dat is natuurlijk een fantastisch spelletje om weer te spelen. En wat je nu ook ziet, dat de kinderen van de Da Costa school het heel erg leuk vinden om dat spel te leren. Ja, wij wonen aan de Luchtenbergweg. Hoe lang al? 40 jaar, zo'n beetje. Ah. Ja. En dat bevalt nog steeds? Ja, leuke mensen nog steeds. Ja. Een gezellige buurt. Kijken nog een beetje naar elkaar om. Letten een beetje op elkaar. Ja, dat is echt leuk. Henny, ook vandaag bij de reunie. Wat vindt u ervan? Ja, geweldig. Op het moment dat ik het hoorde, heb ik me al opgegeven. Dus ja, echt leuk, leuk. Zelf ook wonend in de wijk Korea? Ja, altijd, of altijd, maar aan de Dalweg. En eerst aan de Duinweg, toen aan de Dalweg. En na het trouwen naar de wijk verhuisd. Okay. En hoe bent u in de wijk Korea gekomen? Is dat vanuit de militaire achtergrond? Nee, totaal niet. Nee, mijn ouders die kregen een duplexwoning aan de Duinweg. En dit is mijn broer. En wij sliepen samen in één bed. En mijn ouders in de tweepersoonsbed ernaast, want er was maar één slaapkamer. Dus daarna kreeg ik een groter huis aan de Dalweg. En toen kreeg ik als enig meisje een eigen slaapkamer. Ja, wel heel bijzonder, hè? Ja, dat was geweldig, geweldig. Henny, ik hoor net de oudste van de Club Korea. Maar wat moet ik dan aan denken? Welke leeftijd? 71. 71. Altijd in Korea gewoond? Ja. Eerst aan de Randweg en met 10 jaar naar de Dalweg gegaan. En daar zit ik nog. Ja. En al veel bekenden tegengekomen vandaag? Ja, wel. Het duurt wel even voordat je het weet, maar het komt wel. En leuke herinneringen al opgehaald? Altijd. Ja, heel leuk. Als u nou denkt aan vroeger, wat staat u dan het meeste bij? De gezelligheid bij elkaar. Dat is er niet meer. Alles zit dicht. Ja, je doet er zelf ook aan mee natuurlijk. Maar vroeger was het open. Je liep bij iedereen naar binnen. Je kon pakken wat je wou. En, ja. Fijn dat het op zo'n dag als vandaag weer terugkomt dan, hè? Ja, heel leuk is het. En mooi weer. Dus. Nou, het is op zich wel bijzonder natuurlijk dat een wijk het 70-jarig bestaan viert. En dat met allerlei... Een beetje een optocht van leuke oude auto's. Binnen is de muziek en volgens mij is er ook eten en drinken bij. En wat belangrijker is, de mensen die hier zijn, die vinden het ook heel erg leuk. Ja. Dus ik heb even wat zitten lezen over de wijk Korea. 70 jaar geleden, ten tijde van de Koreaanse oorlog natuurlijk. Hier vlakbij was een legerplaats en zo kreeg de wijk zijn naam. En dat is ook wel weer best wel apart eigenlijk. Ja. Officieel heet het heel anders. En hoe is het voor jou zelf om met Ad hier te zitten en die oude plaatjes weer te draaien? Nou, dat is dagelijks werk. Daar valt ook wel weer mee. Maar daarom heb ik Ad Bouwman meegenomen, een oud-collega van Veronica. En Ad die heeft verstand van die plaatjes allemaal. En ik hoef ze alleen maar aan elkaar te lullen. Ad, toen de mensen hoorden dat jij zou komen, deden ze een vreugdedansje. Hoezo? Nou, je bent echt wel een legende in de muziekwereld. En mensen die luisteren vroeger naar je. Ja, dat klopt. Ja. Nou, het is ook gewoon leuk om hier te zijn. Zeker ook dat ik wist dat Erik hier was. En die zei, joh, ga even gezellig mee. Want we deden al via de stream wat dingetjes natuurlijk. Voor dit 70-jarig bestaan. Even een knopje zo. En dat doet hij weer. Ja. En dan, en het is nog eens een keer schitterend weer ook. Dus, genieten. Ja, dit is echt leuk, joh. Het is net als vroeger. Veronica, kom naar je toe deze zomer op de camping. Ja, daar heeft het echt heel veel van weg. Nou ja, en het weer is prachtig. De mensen zijn blij. En jullie draaien een beetje plaatjes. De hobby van vroeger komt weer terug. Jazeker. En dat is, wordt nog uitgezonden ook, hè. Eerst op Radio Nunspeet. En later op 192 Radio gaan we dit herhalen. Dus als we nou niet wereldberoemd worden, dan weet ik het ook niet meer. Dan lukt niks meer.